Een hele goede morgen allemaal. Heel fijn dat jullie er zijn, hier in de zaal. Maar ik begrijp ook dat de foyer helemaal vol zit. Maar ook als je thuis meekijkt, allemaal van harte welkom. Ook gasten, misschien ben je hier met vakantie. Hoe je ook gekomen bent, namens de Heer Jezus mag ik jullie allemaal van harte welkom heten. In zijn huisgezin. Want we mogen vanmorgen hem ontmoeten. De reden dat we hier vanmorgen bij elkaar zijn, is de Heer Jezus. Bij ons thuis lezen we 's morgens bij het eten altijd uit een kalenderblaadje, dat is van Interkerk. Gewoon een paar versen uit de Bijbel, een stukje uitleg erbij. Maar het is ook een tekst om uit je hoofd te leren. En de tekst van afgelopen week, die wil ik graag met jullie delen. Dat is een hele mooie tekst. Die staat in Johannes 8, vers 36. En er staat, dat is een uitspraak van de Heer Jezus zelf. Wanneer dan de Zoon, dat is de Heer Jezus, wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Alleen de Heer Jezus maakt vrij. Maar hoe werkt dat dan? Nou, dat zegt hij een paar versen eerder. Daar zegt hij, als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk discipelen van mij. En u zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Nou, Jezus is de waarheid en zijn woord is de waarheid. En dat staat vanmorgen centraal. En straks zal Lucas, die zal met ons het woord openen. Veel zegen erbij, Lucas. Pittig stukje, denk ik. Hè? Ja, ik ben benieuwd wat je te vertellen hebt. Margreet, ook je hebt de zangdienst samen met je team. En ik wil ook, dat doen we niet zo vaak, maar ook even de mannen van het geluid eventjes noemen. Ja. Want die zijn hier 's morgens volgens mij al best wel vroeg. Hoe laat waren jullie hier? Nee, had je nu vakantie? Oh, dan mocht je, jullie mochten ook lekker uitslapen. Nou, goed. Mooi. Ja. Oké. Volgende week weer 7:30. Kijk. Goed. Dan hebben we 2-jarigen. De ene zal wel op de zonderschool zitten, denk ik. Isabelle van der Laan. Ja, maar de trotse vader en moeder zitten daar wel. Hè. Ja. En Ankie Hoogmoed. Ja, die is er wel. Gefeliciteerd. Ja. Ja. Oké, dan willen Marijn en Lisbeth, die hebben een hele mooie plannen en die willen daar graag even wat van vertellen. Ja, goedemorgen gemeente. Nou, we zijn al sinds begin van de rots, het ontstaan van de rots, verbonden aan deze gemeente. Maar er zijn heel veel nieuwe mensen. Dus, nou, dit is Lisbeth en ik ben Marijn de Ruiter. Ja, we willen jullie even iets gaan vertellen over onze plannen in september. Dus Lisbeth, ik zou willen vragen of jij even wil beginnen. Nou, ik ben pedicure van beroep en ik ga een weekje in september pedicure in Jeruzalem. Dus aan de hand van een filmpje wordt het wat duidelijker. De organisatie Hineni in Jeruzalem geeft hulp aan mensen die in diepe armoede leven. Ze hebben onder andere een humanitair restaurant waar mensen elke dag een gratis maaltijd krijgen. Maar Hineni doet meer. Sinds enkele jaren is Richje uit Friesland een van de vrijwilligers bij Hineni. In het dagelijks leven is zij pedicure in Nederland. Datzelfde werk doet ze ook als vrijwilliger in Israël voor de bezoekers van Hineni. Wat doet een pedicure uit Friesland hier in Jeruzalem bij Hineni? Die komt hier om de mensen comfort te bieden. We zijn hier, proberen hier toch om de 2 maanden een groepje te zijn. Om mensen met voetproblemen te helpen die hier komen eten ook bij Hineni. En we proberen hen ook een beetje
ja, te troosten. Zoals ook in de Bijbel staat, troost mijn volk. Goede voedverzorging is belangrijk. Veel mensen die moeite hebben om financieel rond te komen, kunnen al helemaal niet betalen voor een pedicurebehandeling. Onlangs overleed Stella, een vaste bezoeker van Hineni, door een heftige infectie aan haar voet. Dit moeten en kunnen we in de toekomst voorkomen door goede behandelingen. Ik doe het omdat ik van het Joodse volk houd. Ik hou van Israël, ik hou van het Joodse volk. En ja, eten koken kan iedereen, maar dit kan niet iedereen. En dit is mijn manier om het volk te troosten. Wat is het mooi om op deze manier dienend aanwezig te mogen zijn voor de inwoners van Jeruzalem. Dit is wat ik ook ga doen. En ik vind het ook heel bijzonder om, naar wat de Heer Jezus deed, de voeten van de mensen wassen, dat wij dat nu ook mogen doen. Er komen ook heel veel Oekraïense en Russische Joden terug met helemaal niks. Dus het is, ik vind het gewoon bijzonder om dat te mogen doen. Nu is er ook de vraag gekomen of wij met een paar pedicures bij de mensen in Jeruzalem zelf thuis willen gaan pedicuren. Dus dat gaan Richtje en ik doen. Nou wil ik wel graag jullie gebed dat we goed ontvangen mogen worden. Maar er moet ook een heleboel spullen extra mee. Onder andere pedicuremotor en dat hij dus heel daaraan mag komen. Nou, ik ga heel wat anders doen. Misschien de meeste mensen kennen me, tenminste die mij kennen, die weten wel dat ik een doener ben. Ik ga een week naar Oekraïne, ga ik hulp bieden. We gaan met een groep van ongeveer 15 tot 20 man. We gaan met twee busjes. Nou, je ziet het, is bijna 2100 kilometer naar Irpin, vlakbij Kiev. Het is niet zonder gevaar, want ja, de oorlog is nog steeds gaande. En ook daar in de buurt zijn nog iedere keer weer aanslagen. Wat ga ik daar doen? We gaan oude huizen gaan we opknappen, dus rommel opruimen, opnieuw opbouwen. Het wordt allemaal gecoördineerd vanuit een plaatselijke kerk daar. Die stichting Hoop voor Oekraïne, dat is een christelijke stichting, die heeft contacten met de kerk in Irpin. En vanuit daar, vanuit die kerk, worden dus de werkzaamheden gecoördineerd. Je ziet het, opknappen, bouwen van nieuwe onderkomens van mensen. Dus dan wil je de rechter dingen even opstarten, een kort filmpje. Dan zie je een beetje een impressie van wat ik eventueel zou kunnen gaan doen. Gewoon opperen, gewoon simpel werk doen. Het is de bedoeling dat wij €1000 per deelnemer meenemen. Dat gaat dus naar de stichting en dat wordt gebruikt om daar de bouwmaterialen te kopen bij plaatselijke aannemers in Irpin. Waar dat dan uit gecoördineerd wordt. Dus ik zou graag willen dit aan te bevelen aan jullie. De QR-code staat ook bij de doos. De onderste moet je dan pakken, want de bovenste is van de gemeente. Vermeld even mijn naam en de septemberreis. Het is een herstelreis, noemen ze dat. En zo hoop ik ook een klein steentje bij te dragen. Als er nog vragen zijn, spreek ons even aan en dan kunnen we verder over praten. Bedankt. En dan wil Joël ook nog graag even wat delen over Tour d'Orange. Ja, een tijdje geleden heeft Maurice er al wat over verteld. Op 16 september is de Tour d'Orange, waarbij je dan kan hardlopen of fietsen voor Youth for Christ. Voor de mensen die niet weten wat Youth for Christ doet. Ze zijn voor jongeren op het eiland. Ze hebben een bus waarbij ze 's avonds en ook wel eens bij school staan en er willen zijn voor jongeren. En
we zoeken nog deelnemers. Dus als er mensen zijn die houden van hardlopen of fietsen, het zou erg leuk zijn als je meedoet. En als je niet meedoet, doneer dan aan een van de mensen die wel meedoet. Ik ben er eentje, dus. Als je wil, dat zou echt heel mooi zijn. Dankjewel, Joël. Dat is mooi, zo wat iedereen mag doen in de gemeente en daarbuiten. Ik sta helemaal in die lampen, maar... Zullen we deze dienst in de handen van de Heer leggen? Ja, trouwe Vader in de hemel. Wat is het goed, Heer, om u te kennen. En wat is het bijzonder, Vader in de hemel, Heer Jezus, dat u ons uitnodigt om hier te zijn. In uw huisgezin. In uw gemeente. Heer, dank u wel dat u zichzelf aan ons geopenbaard hebt. Door de profeten, door uw woord, maar ook door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dank u wel, Heer, dat we weer in die verbondenheid met u mogen leven. Dat we dat vanmorgen ook mogen vieren. Dat we mogen vieren en u mogen danken, Heer, dat u hier bent. En dat we uw woord mogen openen, Heer. Uw woord, dat de waarheid is. Wat hebben we dat nodig zo in deze wereld, Heer? Uw woord, Heer, het vaste fundament. En we hebben het gezien, Heer, er is zo ontzettend veel nood in deze wereld. Deze wereld is zo kapot door de zonde. En Heer, dank u wel dat u naar deze wereld gekomen bent om redding te geven, om herstel te geven. Door het kennen van u, Heer, en dat we mogen belijden. Wanneer dan de Zoon je vrijgemaakt heeft, dan zul je werkelijk vrij zijn. En Heer, zo mogen we u ook uw zegen bidden, Heer, voor deze dienst. Voor Lucas, als hij uw woorden mag spreken. Heer, wilt u hem daarbij zegenen. Ook bidden we voor de zondagsschool en voor de kres. Vader, wilt u ook daar zijn, dat ook de kinderen op jonge leeftijd al van u mogen horen en u mogen kennen. Vader, we weten ook van de noden die er zijn in deze wereld. Heer, zo willen we ook voor deze wereld bidden. En als er zoveel aan de hand is en we mogen zien op de tekenen van de tijd. Heer Jezus, dan mogen we ook weten dat uw komst aanstaande is. En dan willen we ook bidden, Heer, voor uw volk Israël. En we weten dat we horen dat er zoveel verdeeldheid is binnen het volk. En we weten dat er bedreigingen zijn van alle kanten. Heren, maar het is uw volk en we bidden. Wilt u hen beschermen? Wilt u hen erbij zijn? En heren, we bidden ook dat dat de harten van uw volk ook gericht mogen zijn op u. Op de God van Israël en op de Messias van Israël. Heren, we vragen ook uw zegen voor Lisbeth als ze daar naartoe gaat. Heren, dat ze ook tot zegen mag zijn voor de mensen daar. En dan bidden we dat ook alles goed mag gaan. Dat de spullen heel aan zullen komen. We bidden ook voor Marijn als die naar de Oekraïne mag gaan om daar ook te helpen. Ja, wilt u hem en het team ook daarin erbij zijn en zegenen. Ja, dat ze ook tot zegen voor de mensen mogen zijn. Dat ze ook uw licht ook daar in de donkere tijden ook mogen verspreiden. Vader, wil u ook bidden voor de zieken. En dan wil ik met name ook bidden voor Jaap Jonker, die de afgelopen weken in het ziekenhuis is geweest. We danken u dat u hem gespaard heeft. En wilt u hem ook verder herstel geven. Heer, zo willen we ook de noden bij u brengen. Van de ruimte die te klein is. De zaal zit vol, de foyer is vol. Heer, het is uw gemeente en we willen ook bidden, Heer, wilt u ook laten zien wat uw bedoeling is. Zodat we hier ook gemeente kunnen zijn met elkaar zoals u het bedoeld hebt. Zodat we ook hier een licht kunnen zijn voor het eiland waar u ons geplaatst hebt. En Vader, zo bidden we u dat u ons vult vanmorgen met uw tegenwoordigheid, met uw Heilige Geest. Dat we weer toegerust mogen worden
om ook weer onze plek in te nemen waar u ons gesteld hebt. Heer, dank u wel dat we op u mogen zien vanmorgen. En dat we deze dienst in uw handen mogen leggen, Heer. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Een gezegende dienst allemaal. Klemmetje erop staan.
gezocht wordt in ons land. Dit willen wij, geloven wij, dat Jezus verhoogd wordt in ons land. Stap voor stap, het land veroverd. Langzaam maar zeker gaan wij door. Elke muur wordt afgebroken door gebed van onze Heer. Dit willen wij, en willen wij, dat Jezus verhoogd wordt in ons land. Dit willen wij, geloven wij, dat Jezus verhoogd wordt in ons land. Dit willen wij, bidden wij, dat Jezus verhoogd wordt in ons land. Dit willen wij, geloven wij, dat Jezus verhoogd wordt in ons land. Ik wil een psalm lezen, psalm 34. En ik zoek ook altijd graag naar andere vertalingen. En nu kreeg ik van Jana een andere vertaling doorgestuurd van de nieuwe psalmberijming. Had ik nog niet gezien. Maar die zijn dus, psalmen hebben ze vertaald voor naar hedendaagse taal. Dus ik wil psalm 34 lezen.
Er gaat geen dag voorbij dat ik niet dankbaar voor God zing. Kom, deel in mijn verwondering. Want machtig groot is Hij. Ik was op zoek naar Hem, riep tot Hem in zware tijd. Hij heeft mij van mijn angst bevrijd. Mijn dank geef ik nu stem. Wie opzien naar de Heere, stralen van vreugde in zijn licht. Geen schaamrood kleurt meer hun gezicht. Hij reikt zijn hand steeds weer. Zijn engel houdt de wacht en redt je als je voor hem leeft. Proef en geniet wat God je geeft. Wie bij hem schuilen vindt kracht. Dien God en heb het goed. Een leeuw zoekt hongerig naar buit, maar jij komt nooit bedrogen uit. Jij deelt in overvloed. Let op, mijn kind, wees wijs. Zoek je een prachtig vergezicht, een weg die voor je open ligt, een mooie levensreis? Maak wat je zegt dan waar. Vertel geen leugens, maar wees echt. Ontloop het kwaad en leef oprecht. Zoek vrede voor elkaar. Dan rust Gods oog op jou. Hij richt zijn oor op wat je vraagt, maar door de Heer wordt weggevaagd. Wie slecht is, hem ontrouw. Wie roept, geeft hij gehoor. Wie moeite kennen, koestert hij. Gebrokenen is hij nabij. Vertrapten mogen door. Niets blijft Gods kinderen bespaard. Toch wordt het steeds door hem bevrijd. De Heer weet van zijn breekbaarheid. Hij redt en hij bewaart. Wie Gods geliefde haat, betaalt dat zeker met de dood. Zijn schuld bij God is levensgroot. Hij boet voor al zijn kwaad. Maar wie rechtvaardig leeft en bij de Heer zijn toevlucht vindt, mag leven als Gods eigen kind, omdat God graag vergeeft. Zingen we nog 2 liederen. En voor zoveel meer bedoeld.
Leven kan soms kwetsbaar en onzeker zijn. Het voelt onveilig en verwarrend. Het leven kan soms koud en heel oneerlijk zijn. Maar wij zien Jezus. De wereld kan soms kil en onbetrouwbaar zijn. De schoonheid mengt zich met de chaos. De wereld kan soms hard en onbewogen zijn, maar wij zien Jezus. Wij zien Jezus, ook al is het leven.
Heer, dank u wel dat u hier bent. Dat wij u mogen zien, Heer. Dat u er altijd bent, ons nooit alleen laat. Heer, ik dank u voor deze dienst. Dank u dat we hier u mogen grootmaken en u mogen aanbidden. Door de liederen en door het woord zo heen, Heer. Heer, wilt u onze harten openen, dat we mogen luisteren naar uw woorden door Lucas heen. Dat het ons mag raken en ja, naar u mogen kijken, Heer. Amen. Goedemorgen, lieve broers en zussen. Ben ik te horen? Lukt, hè? Voor alle duidelijkheid, ik ben niet Ruben Visser. Het stond verkeerd in de nieuwsbrief. En vrijdagavond appte je me, geloof ik. Een beetje in paniek, denk ik. Van, jij spreekt toch, hè? En toen had ik even de neiging om te zeggen, nee, jij toch? En dan was het nog gelukt ook, denk ik. Had je nog wel een preek gehad, denk ik. Het is een keertje eerder gebeurd, 2 jaar geleden, toen ik corona had. Toen heb ik nog geprobeerd om mij te slepen naar de dienst. Maar 2 dagen voordat ik moest spreken, toen heb ik gehad. En toen stond je er ook. Dus grote klasse. Het thema van vandaag in onze lijn van de brief van 1 Petrus is een ontzettend cruciaal en boeiend onderwerp. Het is christen zijn in een seculiere samenleving, in een seculiere staat of land. En we hebben vanochtend al heel wat erover gehoord. We hebben er al mee te maken. Jullie ook, in Afrika. Je leeft te midden van allemaal ongelovige mensen. En het worden er steeds meer, lijkt het wel. Dus wat moeten we daarmee als kerk? Wat moeten we daarmee als christen? En als je die vraag stelt aan een oud politicus, dan kan er wel eens wat spanning zijn. Dus ik ga mijn best doen vanochtend om het zo helder mogelijk te brengen. Ik ben in de politiek geweest in Brussel en in Straatsburg. En ik heb daar uit de eerste hand meegemaakt wat het betekent om christen te zijn inderdaad in die seculiere setting. Als er ergens een setting is waar je moet bewijzen dat het christelijk geloof waar is en relevant, dan is het wel in de media en in de politiek, denk ik. Dat zijn 2 velden in deze samenleving waar enorm veel strijd is om de waarheid. Waar mensen zoeken wat is waar. En voordat ik begin echt aan het thema, wil ik even een tip geven voor degenen die zich daar dieper in willen gaan duiken. Het boek van Charles Colson, Kingdoms in Conflict. Charles Colson was een van de special counsels van president Nixon destijds, een van de naaste medewerkers, totdat Nixon in Watergate-schandaal terechtkwam en moest aftreden. En hij ging ook de gevangenis in, Charles Colson, en in de gevangenis heeft hij de Heer Jezus ontmoet. Er kwam iemand naar hem toe en die zei, ik heb een boodschap voor jou, ik heb een verhaal voor je, wil je er naar luisteren? En hij had toch niks te doen, dus hij zei, nou, kom maar op. En hij is tot geloof gekomen, hij heeft zijn hart aan Jezus gegeven. En daarna is hij vanuit zijn ervaring als gevangene begonnen met Prison Fellowship. Dus een internationale bediening die in de gevangenissen werkt wereldwijd. Met name in landen waar het heel slecht gesteld is met gevangenissen. En hij liet daar zijn licht schijnen, hij is ondertussen overleden. Maar in dit boek beschrijft hij hoe de kerk zou moeten omgaan met politics, power en de church. Wat moeten wij als christenen op die scheidslijn? Want wij zijn eigenlijk niet eens zozeer geroepen om hier zondagmorgen bij elkaar te zijn, hoe fijn dat ook is. Maar het echte werk voor een christen begint morgenochtend, om 9 uur, als we de samenleving weer ingaan. En daar gaat de preek over. We gaan lezen 1 Petrus 2 vers 13 tot 17. Ik ben blij dat Rinus vorige week al een hele mooie inzet gedaan heeft. Een mooie voorbereiding op het thema waar ik vandaag op doorga. 1 Petrus 2 vers 13 tot 17. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen om des Heren wil. Het zij aan de keizer als opperheer. Het zij aan stadhouders, wethouders als door hem gezonden. Tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen. Want zo is het de wil van God, dat is het centrale thema van vanochtend, dat gij door goed te doen
de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen. Als vrije mensen. En niet als mannen die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren van God. Eert allen, hebt de broederschap lief, vrees God en eert de keizer. Ik weet niet wat het gevoel is als jullie deze vers lezen, maar dan word ik een beetje kriebelig. Toen ik dat de eerste keer las, was een beetje, voelt niet zo lekker. Waarom? Omdat bij mij zich gelijk dan de vraag opdringt, moet je altijd, te allen tijden, overal de overheid gehoorzamen? Je baas, je chef op je afdeling. Als je met vervelende, neerbuigende en krenkende opmerkingen te maken krijgt, als mensen jou via ellebogenwerk en valse politiek proberen buitenspel te zetten. Een baas die jou ten onrechte van zaken beschuldigt die je nooit gedaan hebt. De overheid die jou beveelt om de Joodse medemensen aan te geven voor 10 gulden. De politiek die eist dat wij transgender mannen in de vrouwentoiletten en op de sportclubs toestaan. Spanning. Staat er toch? We moeten de overheid gehoorzamen. De keizer eren. Petrus die zegt dat wel met een heel duidelijke nuance in vers 14. Hij zegt, leiders behoren als door God gezonden boosdoeners te bestraffen en de mensen die goed doen te belonen en te eren. Doet de overheid of je baas het tegenovergestelde, dan dient zich een geheel nieuwe situatie aan. Ons werk, ons leven en onze ethiek als mensen, die behoren een voorbeeld voor anderen te zijn in die samenleving. We zijn onderworpen niet aan mensen, niet aan de staat. Als het goed is zijn wij als kinderen van God onderworpen aan God zelf, aan de Heer Jezus. En wij dienen Hem, wij volgen Hem. Zolang ons gehoorzamen aan mensen en de overheid niet ingaat tegen Gods bijzondere karakter, is het een Bijbelse opdracht, zeker. Dat wil ik dan volle onderstrepen. Maar als een leider, als een baas, als een chef het kwade bevordert en het goede tegengaat, dan komen we in een situatie dat gehoorzaamheid soms niet meer verplicht is en ongehoorzaamheid soms zelfs noodzaak. Dat is moeilijk, hè? Heel spanningsveld wat Petrus gelijk hier induikt. Als de mensen die boven ons geplaatst zijn iets vragen wat ingaat tegen God zoals wij hem kennen en het karakter van God, dan is het precies wat Petrus bedoelt met lijden verduren om Christus wil. In het deel dat volgt in de brief. Er staat heel veel over in de 1 Petrusbrief. God gehoorzamen boven menselijke instellingen. Menselijke instellingen. Dat is wat onze opdracht is. Omdat we zijn eer zoeken en niet die van een mens, schrijft Petrus. En je zult gemerkt hebben zelf ook dat we het om ons heen zien gebeuren vandaag de dag. Het wordt christenen steeds moeilijker gemaakt als ze bijvoorbeeld geen abortus of euthanasie willen uitvoeren. En die mensen menen terecht dat het ingaat tegen de eed van Hippocrates. De eed van Hippocrates, dat is de eed die zegt, ik zal mijn uiterste best doen om het menselijke leven te bestendigen en om er goed voor te zorgen. En die eet die raakt ook steeds meer op de achtergrond, bijvoorbeeld in de zorg. Onlangs sloot een bank de rekening van een Schotse dominee die het had gewaagd kritiek te uiten op de continue LGBTI-reclame van zijn bank. Het raakt trouwens niet alleen christenen. Een professioneel wielrenster in Amerika verloor haar sponsorcontract en daarmee haar inkomen, omdat ze had verklaard tegen transgenders in de vrouwensport te zijn. Leven volgens Gods norm kan zelfs je leven kosten. Dietrich Bonhoeffer was een Duitse pastor en theoloog en hij verzette zich tijdens de Tweede Wereldoorlog steeds meer tegen Hitler en zijn totalitaire staat en zijn antisemitisme. En dat heeft hem zijn leven gekost. Ik heb 2 fotootjes meegebracht, misschien kan je ze even laten zien. Dit is
een van zijn uitspraken, silence in the face of evil, dus zwijgen in het gezicht van kwaad, is zelf eigenlijk deel hebben aan dat kwaad. God zal ons niet schuldeloos verklaren. Niet spreken is ook spreken. Niet handelen is ook handelen. Dat heeft hij uit eerste hand meegemaakt. Even de tweede foto. Je ziet hem hier, dit is een van de laatste foto's die van hem bekend is. Het is de tweede van rechts, dat is Dietrich Bonhoeffer. En deze foto die is genomen vlak voor zijn executie in de gevangenis in Berlijn. Hij is 2 weken voor het einde van de wereldoorlog op persoonlijk bevel van Hitler geëxecuteerd. Omdat Hitler zo'n haat tegen hem had, tegen het feit dat hij zich verzette tegen zijn wil en tegen zijn leer, dat hij dood moest. Een van zijn theologische collega's, dat was de heer Niemöller, die heeft het wel overleefd. Die heeft na de oorlog ook heel veel boeken over zijn ervaring geschreven in de gevangenis. En ook gedeeld over zijn ervaringen met Dietrich Bonhoeffer. Zij waren een klein deel van de 20-30% van de Duitse kerk die tijdens de oorlog in het verzet zijn gegaan, in de ondergrondse. En die niet mee zijn gegaan met de Duits-nationalistische Lutherse kerk die de kant van Hitler heeft gekozen. En die met hun rechterhand naar boven hebben gestaan en trouw aan hem hebben gezworen. En ik vraag me wel eens af, wat zouden wij, gegeven die omstandigheden, in die setting, als christenen, als kerk, gedaan hebben? Spannend, spannend. Als je weet dat het je leven kan kosten. Bonhoeffer die raakte uiteindelijk als theoloog betrokken bij het verzet, omdat zijn broer heel hoog bij de abweer zat in de Duitse leger. En hij kreeg in eerste instantie een baan als een soort diplomaat bij de abweer om door de wereld te reizen en hun pleit met argumenten te omgeven, maar dat lukte hem niet. Uiteindelijk werd hij gevraagd om met graaf von Stauffenberg in opstand te komen tegen Hitler. En zij hebben een aanslag beraamd. En die aanslag, mind you, die werd dus door de Duits-Lutherse kerk beschouwd als verzet tegen God, omdat je de overheid diende te gehoorzamen. Bonhoeffer kreeg een grote worsteling toen hij betrokken raakte bij het verzet, want hij zei ook, ik kan niet moren op grond van Gods woord van de Bijbel. In de 10 geboden staat dat wij niet mogen doden. Maar hij kwam vanuit een theologische studie van die woorden tot de ontdekking dat daar staat in het Hebreeuws niet zinloos doden en dat het soms nodig is om het kleine kwaad te gebruiken om een nog groter kwaad te voorkomen, de duizenden mensen die vermoord zouden worden. En op grond daarvan, ik zeg niet dat het mijn overweging is, maar zijn overweging was, soms moet er iets gebeuren om een nog groter kwaad tegen te gaan. En hij heeft daaraan meegewerkt. Graaf von Stauffenberg heeft uiteindelijk in een van de plaatsen waar Hitler en zijn staf bij elkaar kwamen een aanslag gepleegd. Die bom is afgegaan, maar hij heeft het overleefd. Hij was zwaar gewond. Er is een soort staatsgreep geprobeerd te plegen in Berlijn, maar die is ook mislukt. En uiteindelijk zijn alle mensen die daarbij betrokken waren opgepakt en die zijn geëxecuteerd. Een enkeling heeft het overleefd. Maar Bonhoeffer is daar dus ook om veroordeeld. Bonhoeffer vond dat de dood van 1 man opwoog tegen het grotere kwaad. Wat zouden wij gedaan hebben vandaag de dag in zijn schoenen? Is moeilijk. Is moeilijk. Ik denk dat dat een heel persoonlijke overweging is die tussen jou en God is op zo'n moment. En waar jij je weg moet zoeken met God zelf. En God heeft ook Bonhoeffer, denk ik, gebruikt, enorm gebruikt in die tijdsetting om tot zegen te zijn van zijn kerk. En om te laten zien dat verzet soms nodig is. Moeilijk, moeilijk. Kiezen voor het lijden om Christus wil is een hele moeilijke afweging, zo blijkt. En Petrus die schrijft daar ook over in zijn brief. Die keuze is ook heel persoonlijk. Jezus spreekt er uitdrukkelijk over in Matteüs 5, vers 10. Zalig zij die vervolgd worden om reden van gerechtigheid. Ben jij iemand die gerechtigheid zoekt in deze samenleving, in deze wereld? Want van hun is het koninkrijk der hemelen. Mensen die gerechtigheid zoeken, die de gerechtigheid van God willen dienen, die zijn hand en voet willen zijn in deze seculiere samenleving. Waar we hier ten diepste tegenaan lopen, ook naar aanleiding van het voorbeeld van Bonhoeffer, is
dat Petrus het karakter schetst van Gods tegencultuur. Gods cultuur is totaal anders dan de cultuur die wij meemaken. Gods wereld is compleet anders, dieper, breder, groter dan wij ons als mensen in onze westerse cultuur ooit kunnen voorstellen. Wij leven in een westerse cultuur vandaag de dag. Maak het allemaal mee. Alles wat we denken, wat we zijn, wat we voelen, wat we geloven zelfs, dat wordt gevormd door de setting waar wij nu in zijn. Onze westerse samenleving, ons westerse leven. De opvoeding, scholing, vrienden, politiek, media, muziek. Het is allemaal in het westen gevormd. Christenen en kerken die hebben door de geschiedenis en ook vandaag de dag gereageerd op die cultuur en die westerse samenleving. Vaak op twee manieren. Ik wil ze allebei even heel kort schetsen. En ik denk dat het belangrijk is om onze positie ten opzichte van deze huidige westerse cultuur te bepalen. Er is een hele beweging in de kerk geweest die heeft gezegd, we gaan ons terugtrekken uit die wereld in onze eigen veilige omgeving. In onze bubbel, mag ik het zo zeggen, de safe space. We zoeken onze eigen broers en zussen op. Dat is veilig, we kunnen lekker met elkaar praten en discussiëren. We kunnen debatteren over zaken van het geloof. Maar laten we maar uit de wereld gaan. Er zijn nog steeds stromingen in de kerk vandaag de dag die dat promoten. Ook in Amerika bijvoorbeeld heb je de Amish, die zich helemaal teruggetrokken hebben uit de wereld. Maar wel tot zegen zijn. En het gekke daaraan is, het positieve daaraan is dat je elkaar tot zegen bent. Dat je heel sterk kunt bouwen aan je geloof. Dat je je verlangen naar zuiverheid en reinheid en wandel met God helemaal kunt uitbuiten, kunt uitdiepen. Dat is het positieve eraan. Je volgt samen God, je bent sterk in hem. Je bent bezig met het woord. Maar het nadeel is dat de wereld op de achtergrond raakt. Dat die een beetje vergeten wordt. En dat je dus ook geen invloed hebt op die samenleving. Dat is de eerste beweging. De tweede beweging die we hebben gezien door de geschiedenis heen, en ook vandaag de dag weer, is dat kerken zeggen, we gaan water bij de wijn doen. Willen we de mensen buiten bereiken, dan moeten we dus de lat zo laag mogelijk leggen en willen ze binnenkomen. Want dat vinden ze fijn. Laten we gewoon lekker popiopie zijn, laten we het populair maken, laten we de boodschap niet te moeilijk maken. Laten we leuke liedjes zingen, lekker vlotte stijl en zo. Komen mensen binnen. Nou, tot zover niks mis mee. Maar als je zoveel water bij de wijn gaat doen, dat het geen wijn meer is, heb je wel een probleem. Dan heb je heel veel wereldse mensen in de kerk zitten. Maar die haken op een gegeven moment af. Weet je waarom? Omdat ze zeggen, ik krijg geen voeding. Ik krijg alleen maar water. Maar ik heb iets sterkers nodig. Ik heb veel meer voor mijn leven nodig, voor mijn geestelijk leven. Want ik heb een leegte van binnen. Ik zoek waarheid. Ik zoek invulling. Geen van beide instellingen is dus eigenlijk effectief. Als je als christen in deze westerse, postchristelijke moderne samenleving je geloof wil delen met mensen die niet meer geloven, die afgehaakt zijn. Trek je niet terug in je eigen bubbel die veilig is en herkent. Gooi ook niet zoveel water bij jouw woorden en jouw spreken, dat mensen denken, ja, is een leuke jongen die Ruben. Maar wat hij zegt, dat heeft ook niet veel aan het lijf. Wat moeten we hiermee? Wat kunnen we van Petrus zijn adviezen leren? Ik denk dat er een derde weg is. Een derde manier, Gods manier, waarover Petrus schrijft. Petrus draagt ons op om God meer te gehoorzamen dan mensen. Zelfs al kost ons dat een hoge prijs. Niet meer. Word je onterecht door de wereld waar je verkeert, wordt beschimd, bespot, gecanceld en wellicht straks gestraft en in de gevangenis gegooid. Maar zorg wel dat het is om de juiste reden. Niet dat je gewoon koppig bent en dwars wil liggen, maar omdat je God lief hebt en de Heer Jezus in alles wilt volgen. Zijn beeld zijn, zijn waarheid spreken. En, wat heel belangrijk is, Petrus zegt ook, wees niet bang om wel in, maar niet van de wereld te zijn. Matteüs 5, vers 16, zegt de Heer Jezus, laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij
uw goede werken zien. We zijn niet geroepen om ons af te scheiden of terug te trekken uit de wereld. En evenmin om de wereld gelijkvormig te worden. Maar wat ik met heel mijn hart geloof en waarom ik hier ook sta. En wat ik ook heb geprobeerd te doen in die politiek. Om te herstellen wat stuk is. Wat gebroken is. Wat afgehaakt is. Wat niet meer weet wat waarheid is. Wat niet meer weet wat gerechtigheid betekent. Wij zijn geroepen om herstellers te zijn. En let wel, niet vanuit je eigen kracht. Dat trekken we toch niet. Er zijn ook mensen in hedendaagse evangelische bewegingen die zeggen, wij moeten vandaag de dag Gods koninkrijk hier op aarde vestigen. Veel succes. Veel succes. Ik denk niet dat het gaat lukken. Ik denk dat het alleen door Gods geest kan. Dat alleen God zelf door zijn Heilige Geest kan waaien over deze wereld en harten van mensen kan binnendringen en mensen kan raken en kan bewegen. En daar heeft hij wel ons voor nodig, als zijn handen en voeten. Zeker. Maar laten we het niet in eigen kracht doen. Laten we de Heer Jezus vragen, Heer, schenk zoveel van uw geest en van uw genade in mijn leven, dat ik een voorbeeld mag zijn. En dat ik daarmee wel degelijk uw koninkrijk mag bouwen. Zeker. Ik denk dat we mensen niet langer moeten zien als een project om beëvangeliseerd te worden. Ik las laatst een heel mooi verhaal van iemand die diep in evangelisatie ook zit in de Verenigde Staten. En ze gaat heel vaak met mensen hardlopen. Ze is echt een vervent hardloopster. Ze gaat runnen elke ochtend. En ze nam een goede vriendin mee. En op een gegeven moment waren ze langs de kust aan het rennen. En toen zegt die vriendin, die zegt stop eens even. Ze zegt, je bent aan het vertellen over Jezus. Ze zegt, dat is goed, dat is fijn. Maar nou heel eerlijk, ben ik voor jou een project om beëvangeliseerd te worden en binnen te halen met jouw hengel? Of ben ik jouw vriendin en hou je van me omdat God ook van mij houdt? En dat was voor haar een eye-opener. Dan komt het weer niet uit eigen kracht, niet uit je eigen drive, maar uit afhankelijkheid van de Heer Jezus, uit liefde voor medemensen die zijn afgehaakt. We staan in een geseculeerde samenleving met mensen die door God geliefd zijn. En die verlangen naar echte vriendschap en die heel veel vragen hebben. Paul Tillich, een Duits theoloog, heeft wel eens gezegd, de eeuwige boodschap van God moeten wij continu vertalen naar onze westerse cultuur, naar het heden. Welke vragen stellen de mensen eigenlijk? Dat is een goed beginpunt, hè? Welke vraag heb jij? Welke nood? Mag ik misschien voor je bidden? Dat die nood wordt verlicht. Gebruik de tijdloze bruggen van muziek, van kunst, van film, van boeken, om mensen te bereiken die van God zijn verdwaald. En let wel, schrijft Paul, de vorm die kan variëren, maar de inhoud mag dat nooit. Als je als christen zo leeft als hersteller, die derde optie kiest, te midden van de geseculariseerde samenleving waar wij nu in zitten, dan kan ik je vertellen, dan word je een trendsetter. Als jij je niet terugtrekt in je eigen vertrouwde omgeving en ook geen water bij de wijn doet, maar recht toe recht aan bent en heel eerlijk in jouw verhalen, in jouw woorden, dan word je een trendsetter. Dan mag je echte problemen gaan oplossen, waar je ook gesteld bent, in de zorg of in de media, in de politiek. Dan mag je gerechtigheid gaan zoeken voor hen die knel zitten. Hulp bieden aan gebrokenen en te allen tijd de betrokkenheid en de liefde tonen die zij zo missen. Want reken maar dat er heel veel nood om ons heen is. En dat heel veel mensen alleen maar vragen, wil je eens een keertje naar me luisteren? Wil je er voor me zijn? De les die wij mogen trekken vandaag uit het stukje van 1 Petrus is dat we ons niet moeten terugtrekken in een angstig pacifisme van alles wordt toch erger. Maar dat we positief, actief, betrokken raken en blijven op de plek die God aan ons gegeven heeft en waar wij ook gesteld zijn. Als vrije mensen, en zelfs misschien wel als mensen die in de gevangenis zitten, mogen we goed doen, kunnen we goed doen, te midden van een gebroken wereld. Het vrijheid van het handelen kan niemand je afnemen, zelfs een dictator als Hitler niet. Ik weet heel zeker dat Bonhoeffer vrij was terwijl hij in de gevangenis zat en wachtte op zijn einde.
Dat heeft hij ook geschreven in brieven aan zijn verloofde. Dat hij zei, ik weet wie ik straks mag ontmoeten. Jij besluit vandaag de dag, terwijl je hier op zondagochtend in de gemeente De Rots zit, om te handelen als vrij mens, als vrije christen. Gebruik de vrijheid echter uitsluitend ten goede en niet ten kwade, schrijft Petrus in vers 16. Het voorbeeld van Dietrich Bonhoeffer van vanochtend toont aan dat je vrij kunt zijn, zelfs als je in een Gestapo-gevangenis zit. En als hij het kon, dan kunnen wij dat met alle vrijheid die er nog om ons heen is, zeker. Petrus zegt, doe het goede en dwazen. De wereld zal uiteindelijk moeten zwijgen en toegeven dat God groter is. Dat God hoger is dan elke menselijke instelling. Wil je meehelpen met dat herstel in je eigen omgeving, in deze geseculariseerde samenleving, wat het je ook kost? Ik heb die beslissing wel genomen. En ik hoop en ik bid dat de Heilige Geest mij helpt om daarin verder te gaan. En dat wens ik jullie ook toe. Ik bid dat de Heilige Geest in je leven zo vorm mag krijgen dat je te allen tijden de moed mag hebben om te spreken wanneer je moet spreken. En misschien ook moet zwijgen wanneer je moet zwijgen. Wil jij die hersteller worden? En vergeet nooit Matthäus 5 vers 16 en daar sluit ik mee af. Opnieuw, laat zo uw licht schijnen, zegt de Heer Jezus voor de mensen. Opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Amen. Zullen we bidden? Heer, we zijn allemaal mensen met onze lekker gebrek, Heer. En we hebben onze sterke kanten, we hebben onze zwakke kanten. En we hebben vanochtend gekeken, Heer, naar één voorbeeld van iemand die de moed had om op te staan en te zeggen, ik ben christen, ik wil de Heer Jezus volgen. En dat heeft voor mij consequenties, zelfs als ik naar de gevangenis moet. Heer, misschien zal het voor ons niet zo zwaar zijn. Er is nog veel vrijheid om ons heen en we zijn u daar dankbaar voor. Heer, maar help ons dat als er momenten zijn dat we beslissingen moeten nemen of we u zullen volgen en u trouw zullen zijn. Of de staat of de wereld die van u weggevallen is. Heer, dat we naar u zullen kijken en zeggen, Heer, help mij om trouw te zijn. Help mij om te wandelen in uw voetsporen. Heer, dank u dat u genadig bent en dat u ons wilt helpen om in deze geseculariseerde samenleving, waar we allemaal mee te maken hebben, ook morgenochtend weer, om er te staan, om er te zijn en te luisteren en te bidden. Dank u, Heer, dat u ons daarmee wilt helpen en dat u uw geest wilt geven, steeds meer om ons daar wijsheid in te geven. Halleluja. Amen. Zijn stem. Heuvels en dalen breekt uit. Kom en juich, zing het luid. Klap je handen voor hem. Liefde recht zal hij brengen op aarde. Een eeuwige heer.
laat zien. Breng gevangenen vrij, breng de eenzamen thuis. Heel Satans bolwerk stort neer, door het gebed van de Heer, door de kracht van het kruis. Niet de recht zal hij brengen op aarde, een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard, woord van de waarheid maakt vrij. En maakt vrij. Laat heel de wereld nu staan, vol ontzag voor zijn naam. Zing het lied dat hem eert. Wees niet meer bang, zegt het voort, tot de wereld het hoort. Jezus regeert. Liefde en recht zal hij brengen op aarde, een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een twist en een zwart, woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij. En zo eindigen we deze dienst eigenlijk zoals we begonnen zijn. Het woord van de waarheid maakt vrij. Bedankt Lucas voor je uiteenzetting. Eigenlijk dacht ik net van het is jammer dat de huiskringen nog niet begonnen zijn. Want eigenlijk is dat best een heel mooi onderwerp om met elkaar over door te praten. Maar dat kan ook zo natuurlijk onder het genot van een kopje koffie. En als je vragen hebt over dit of over iets anders, spreek iemand aan. Je huiskringleider. Of iemand van het pastorale team. Die gelegenheid is er altijd. En ik dacht nog even zo. Toen je zei, er zijn die twee uitersten, zal ik maar zeggen. Eigenlijk is het ook heel mooi om de gemeente te hebben als die veilige basis. Waarin je toegerust wordt. Waarin je elkaar kunt aanmoedigen en bemoedigen. Om dan vervolgens de wereld in te gaan. En daar onze plaats in te nemen. En als we de wereld weer ingaan, dan mogen we natuurlijk gaan onder de zegen van de Heer. En misschien kunnen we erbij gaan staan om de zegen van de Heer te ontvangen. En de genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Amen. En dan gaan we nog een mooi lied zingen. Bouw uw koninkrijk. Kom, vestig uw gezag, wees koning in ons hart. Herstel uw beeld in ons, onthul uw doel met ons. Ontsteek de vlam van hoop opnieuw, een laaiend vuur in onze ziel. Zond uw geest uit, laat uw kracht. Come on.
Ik ben nog één dingetje vergeten. Let nog even op de QR-code van Marijn. En die andere mag je eventueel ook kiezen. Allebei. Nou, fijne zondag.